gaat Sanne Wallis de Vries samen met vele cabaretier-collega's de virtuele barricade op om de kleine theaters te redden. En de aftrap deed ze zo. Ingrid, kijk naar Duitsland, kijk naar Duitsland, kijk naar mij. Hoe wij de crisis hier bestrijden. Nee, dat is geen spielerij. Dat is met uiterste precisie uitgedacht en in balans. Met visie Ingrid, juist bij muziek, theater, tanz. Beroepen met publiek zijn in Holland zo de lul. Ze zijn de laatste die weer mogen. En tot die tijd is het nul. Nul salaris, nul vooruitzicht. Ing, sla jij nou in de wind dat een cultuurramp op je afholt. Doe je ogen open, kind. Ja, Son, het lijkt een van je geweldige typjes met een paar hele goede moves. Maar Merkel heb je niet zomaar gekozen. Nee, zeker niet. Nee. Ik hoorde haar volgens mij uit het hoofd een toespraak houden van 5 minuten. En die was gericht tegen alle kunstenaars in Duitsland. En nou, op hele rustige, erudite wijze vertelde zij waarom het voor haar gewoon vanzelfsprekend was dat kunstenaars gesteund zouden blijven worden. En natuurlijk moeilijke tijden, allemaal bla bla, maar dat was voor mij zo'n wereld van verschil met de benadering hier van Mark Rutte en Ingrid van Engelshoven. De minister van Cultuur. Minister van Cultuur en onze minister-president. Die, als ik ze al over cultuur hoor praten, dat ik denk, wat weten jullie precies en wat weten jullie niet? Zullen we even komen helpen? Zullen we wat info geven? Daar is mijn actie ook vandaan gekomen. Ik denk, volgens mij weten jullie een paar dingen niet. En toen dacht ik, Merkel moet even tegen die mensen zeggen, kijk even naar Duitsland, kijk even hoe ik het doe. Even wachten, even stoppen nu, stoppen met geld verdelen en dan even luisteren en dan opnieuw geld verdelen. Zo had ik het bedacht. Want onze minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, D66, heeft dit filmpje inmiddels gezien? Nou, ze was, zoals je zag, bij het optreden van Merkel. En wat zei ze over? Ze zei niet zoveel, wat ik niet verrassend vond, want ik valt me wel vaker op dat ze niet dan heel veel concrete dingen daarna zegt. Ik heb nog even, ben even op de afgestapt. Ze werd na mijn optreden geïnterviewd. Toen ben ik even naar haar toe gegaan. Toen zei ik, ik hoop dat u goed naar het lied luistert. Nou ja, het is ook een lastige positie. Als iemand ook verkleed op je afkomt, dat is natuurlijk ook heel raar. Met een dikmaakpak eronder. Het is allemaal heel verwarrend. Maar ja, ik vind daar wat van. En dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar het gaat mij veel meer om dat er gewoon een heel gedeelte van de theatersector, met name, iedereen in de kunst heeft het moeilijk, maar er is echt een gedeelte in de theatersector. Dat zijn de kleine theatertjes, die grotendeels zelfstandig zijn en die een hele belangrijke schakel zijn in een keten van theaters waar wij allemaal, kleinkunstenaars, cabaretiers, begonnen zijn. Die zalen kennen we allemaal. Paul kent het, Roué kent het. Iedereen die aan cabaret doet of aan kleine toneelproducties is daar begonnen. Noem eens een mooi theatertje. Nou, de Lieve Vrouw in Amersfoort bijvoorbeeld. Theater Walhalla in Rotterdam is een hele bekende. Die moet de deuren gesloten houden. Dat moet nu tot en met december, hebben ze besloten, ondanks versoepelde maatregelen, omdat het gewoon niet rendabel is om open te gaan. Ze hebben al ontslagen moeten doorvoeren. Ik vind het onbegrijpelijk hoe het geld verdeeld is. En wij willen alleen maar zeggen, red die kleine theaters. Wat gebeurt er als die kleine theatertjes omvallen? In die schakel waar jij het nu over hebt. Nou, dan verlies je dus een heel groot gedeelte van de plekken waar mensen die wij nu heel goed vinden, die wij nu in de grote zalen zien gloriëren, dan verlies je de plekken waar die hebben kunnen uitproberen, waar die hebben kunnen improviseren. Maar Paul, jij bent inmiddels een grote meneer in het kleinkunstland Nederland. Hebben die kleine theatertjes voor jou nog een functie? Kom je nog? Treed jij dan nog? Nee, ja, je komt er altijd weer terug. Want je begint je nieuwe materiaal. Begin je daar weer? Begin je weer op de vlakke vloer? Als je de Lieve Vrouw inderdaad ziet, waar die foto nu die ervoor staat. Daar begin je weer opnieuw uit te proberen met je nieuwe materiaal. Want daar mag het nog misgaan en daar kun je nog. Ja, maar ja, je moet eerst je contact met je publiek zoeken voordat je het groot kan maken natuurlijk. En het is ook een wisselwerking met de grotere theaters daarna. Die zijn natuurlijk heel blij dat er artiesten bij hun komen spelen die al ergens anders het hebben kunnen uitproberen. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Het is gewoon een infrastructuur waar ook nog eens heel veel geld in omgaat. Wat nu ook de hele tijd maar niet gebeurt. Mm-hmm. Het is logisch, als je de kleine theaters weghaalt, dan heb je geen broedplaats meer. Ik heb volgens mij 7 jaar in kleine theaters gespeeld voordat ik mijn eerste grote zaal kon doen. En dat was 7 jaar. Maar niemand zou mij gelijk boeken. Niemand zou mij gelijk boeken in de grote. Dus je moet daar groeien. En als je die groei dan weghaalt, dan heb je echt een probleem. Ja, zelfs nu nog. Als je nu... Jij kan ook een grote zaal spelen, Sanne ook. Maar je moet eerst... Dat try-outen. Is weer try-outen. Ja. Je hebt een kleine zaal nodig om het uit te proberen. Je kan niet zomaar beginnen in Carré. Nee, zeg je nou net, die kleine theaters die zijn vaak zelfstandig? Nou, voor het grootste gedeelte wel. Want ik heb natuurlijk enorm stoomcursus kleine zalen gedaan. Ook in financiën en hoe dat met subsidie gaat. En een heleboel zijn voor 3/4. Bijvoorbeeld Theater Walhalla, dat is dan een concreet voorbeeld, in Rotterdam. Echt bekend bij iedereen als een heerlijk theater, ook daar in de buurt. Dus daar heeft het ook nog een functie. Die zijn voor 75% zelfstandig.
En nou is het ook nog zo dat van de 300 miljoen die al eerder is verdeeld, dat het grootste gedeelte wat naar de theaters ging, wat al niet een heel groot gedeelte was, naar instellingen ging en theaters die voor het grootste gedeelte gesubsidieerd werden. Dus juist niet de kleine theaterzalen. Ja, dus je moet het eigenlijk maar een soort van uitzoek. En ik heb het idee, het is dus niet van jullie doen het fout, maar wel jullie weten het niet, jullie zien het niet, jullie weten niet hoe belangrijk die kleine plekken zijn. Maar was dat, is dat in dat opzicht niet ook een dodelijke cocktail geweest, Sanne? Dat jullie in een toch vrij gefragmenteerde sector zitten waar iedereen veel solistisch werkt. Dus er is niet één ambassadeur. Je hebt jezelf nu tot ambassadeur gebombardeerd. Hartstikke goed. En dat je tegelijkertijd met misschien wel de zwakste minister van de hele ploeg moet werken en dat bij elkaar levert uiteindelijk een schamele 300 miljoen op. Misschien wel, maar wat ook meewerkt is dat ik, als ik heel eerlijk mag zijn, als ik hoor dat er 11 banken bij betrokken zijn nadat er dus eerst besloten wordt dat het belangrijk is om KLM te redden, denk ik, waar zit ook maar, al is het maar een tiende van het benul wat Merkel heeft, van de eruditie, van het weten dat het heel belangrijk is dat er theater in een samenleving is. Dat ik denk dat jullie hebben zo je best gedaan bij 11 banken om het voor elkaar te krijgen. En dat zal heel goed zijn en Schiphol moet blijven bestaan vast. Daar doet het helemaal niks aan af. Maar ik geloof dat het echt naast elkaar kan bestaan. Dat je en voor grote bedrijven kan opkomen en voor cultuur. Dus dan denk ik, waar is de minister-president? Het lied is ook aan Rutte gericht. Ik heb geprobeerd om contact te maken en hem een USB-stickje en een ijsje te brengen als Merkel. Hij had helaas geen tijd. Maar misschien kunt u samen met hem toch nog even naar het liedje kijken wat ik heb gemaakt. Even uw reactie. Zij zegt, nou ja, kijk, iedere minister is natuurlijk vooral hard bezig om de sectoren die dan bij jou het meest dichtbij zijn, om daar te kijken van hoe helpen we die de crisis door. En dat doet collega van Engelshoven natuurlijk ook. En als ik kijk naar de bedragen, kijk, ook de culturele sector kan natuurlijk van het algemene steunpakket gebruik maken. Daarnaast heeft ze die 300 miljoen ingezet. Nou, als je dan naar Duitsland kijkt, dan komen er ook, als je het even tegen het aantal inwoners zet, 80 miljoen Duitsers, dan komen er toch ook nog best goed af, zou ik denken. En hoe dat precies zit over de verdeling. Ik begrijp heel goed wat u zegt over een ecosysteem. Dat kleine, zoals u het brengt, dan denk ik meteen, het klinkt heel logisch. Is het ook. Maar daar ben ik verder niet. Moet die Merkel, zeg maar even heel respectvol, maakte daar een enorm punt van. Gelukkig was diezelfde Moet die Merkel ook wel zo aardig om even te bellen met onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Alles klaar, beter verdelen voor de langere termijn. Geef me anders even Wopke Hoekstra aan de lijn. Wopke, luister. Het is toch eigenlijk werkelijk waar om de haren uit je zak te trekken dat Schiphol zo'n heel groot bedrag krijgt en dat de kunst- en cultuurwereld zo weinig. Terwijl eigenlijk moet het zo zien. Kunst en cultuur, dat zijn de insecten. Dat is belangrijk en vitaal en divers. En Schiphol, dat is eigenlijk een grote olifant. The number you have dialed has not been recognized. Werkelijk. Please check and try again. Ik begrijp wat je zegt, want je wil dat er iets meer... Ja, het is een heel duidelijk verhaal en het is ook... Nou, dat concludeer ik dan even zelf. Ja, heel duidelijk. Ja. Geknipperd motief. Begrijpen het wel? Ja, een hardere stem voor cultuur in Den Haag. Ja, volgens mij is echt, en dat merk ik bij heel veel collega's, er is echt wel aandacht voor cultuur. En ik begrijp dat het voor jullie niet voldoende is. Nou, ik kan er nou, de aandacht nog is een keer prachtig, maar er moet gelobbyd worden en er moet geld losgemaakt worden. En daar is die actie voor. En ik zou iedereen willen aanraden naar het YouTube-kanaal Red de Kleine Theaters te gaan en goed te kijken en veel lawaai te maken. En maandag hoop ik echt dat de boel anders verdeeld wordt. Ja, en voordat maandag is het eerst nog vrijdagavond en krijgen wij een mooi optreden van Paul de Munnik. Zo in onze schoot geworpen. Je mag vast achter de vleugel plaatsnemen. Mag ik erbij op gitaar Wouter Plantijt. Dat dit een van de liedjes zijn die speciaal gemaakt is voor deze actie. Er staan meer liedjes op het YouTube-kanaal. Ja, en het nummer heet Mijn Vlakke Vloer. Wil je het nog even inleiden, Paul? Nou, wat aardig. Sanne heeft de tekst geschreven, maar het is wel aardig dat Mijn Vlakke Vloer, het is eigenlijk een vertaling van Mijn Vlakke Land. Vlakke Land is een nummer van Jacques Brel. En dat is een nummer dat gaat over de jaargetijden in een land eigenlijk. En dat uiteindelijk een land toch weer boven komt. En dat is wat we hopen voor met deze actie. Dat uiteindelijk de theaters toch weer, kleine theaters toch gered gaan worden. Komt-ie! Wanneer mijn tournee nog beginnen moet te lopen en ik op gillend voetvolk alleen nog maar kan hopen, wanneer mijn grove teksten ofwel mijn materiaal nog levenloos en stil is, want pre-embryonaal, wanneer er goed getest moet, of beter
eigen try-out. Wanneer ik naar buiten zal, al is het woest en koud. Is het die vloer, die vlakke vloer. Wanneer ik het angstzweet uitpeur, als ik in het theater sta, op die vermaledijde vloer, denk ik nog altijd ja, ja op de pijn van het proberen, op het scheppen van de kunst, ja op de knevel van perfectie en het lood versus de gunst, hoe groot ook vaak het lijden voor het publiek en de artiest. Is het voor goed verdwijnen van deze samenkomst te triest? O vlakke vloer, mijn vlakke vloer. Hiep, hiep, hiep. Ja, Paul de Munnik was dat. Dit was Op 1 voor vanavond. Morgen zitten hier onze collega's van WNL, Welmoet en Sander. Tot morgen. Fijn weekend.